kijken wat. Daar staat Afzal. En hij zegt. Nog een rondje. Mooi man, er komen nog eens ergens, hè? Ja, hè. Nee, het zit niet mee. We zijn wel live, maar... Zijn we wel live? Oh. Ja, nu. Ja? Nu? Ja. We zijn live. Hallo allemaal. We zijn lekker low-tech bezig. Welkom vandaag bij Autoweek Live Drive. Het is een vrijdagmiddag, dus daar gaat hij weer. Zal ik eens beginnen met het gesprek van de dag? Ja. Dat is dat het regent en dat doet het hier ook in het prachtige Haarlemmermeer. Ja. Dat heeft wel wat. Ja, het heeft wel wat. Maakt het extra sfeervol. Oh, kijk dan toch. We hebben groen. Ja. Hey Cornelis, je had voor deze live drive een speciaal gespreksonderwerp meegenomen. Ja, maar volgens mij zien de mensen nu alleen maar een klein detail van mijn trui. Vermoed ik. Ergens. Oh ja, is dat het enige wat de mensen... Ik weet niet waar het misgaat. Interessant. Het blijft experimenteel natuurlijk, hè? Ja. Maar nog een keer proberen. Ja. Ja, we zijn in beeld. Dan zijn we beter. Ja, het gaat allemaal goed komen. Ja, volgende week IAA. Ja, het wordt weer nieuws voor die mannen daar hoor. Ja. Het is dinsdag en woensdag, hè? Ik ben er dinsdag. Ja, ja de hele dag. Je kan de hele website die kun je echt blijven F5'en, want gewoon elke 5 minuten komt er een nieuw nieuwsje op. Ja, ik weet niet of het voor het geluid trouwens goed is of je je ramen open hebt. Nou, dan doe ik hem weer dicht. Ik krijg het ook wel benauwd. Ja, maar dat geeft niet. Nee. Maar goed, wat ik eigenlijk wel zou willen weten, ik bedoel, wij gaan er naartoe, maar gaan jullie er ook naartoe? En zo, nou, wie? Ja, bij een gebrek aan autorij is het natuurlijk wel... ligt het wel in de lijn der verwachting dat er wel een hoop Nederlanders komen, ja. Ja. Ik denk het wel, ja. Zouden mensen de moeite nemen om een beurs in het buitenland te gaan bezoeken? Ik ga eens even kijken of mensen dat leuk vinden. Ja. Maar kijk, weer groen. Ja. Het proces is een keuze. Ja, dat is zeker waar. Ja. Overigens, we zitten momenteel in welke auto, Nick? Ja, in een Fiat Panda. Ja. Ja. Ik zat laatst te bedenken, maar volgens mij heb ik deze auto het langste van alle auto's die ik ooit heb gehad. Ik heb al iets van 6 of 7 jaar al. Ja. Dus dat is wel. Dat is wel even. Van en ik gaan al way back. Ja, dus mochten jullie een beetje bijgeluiden horen. Ja, dit is natuurlijk niet zo heel veel isolatiemateriaal als bij een moderne auto. Dat klopt. Maar dat geeft niet. Hij moest wel weer een keer rijden, want hij staat eigenlijk alleen maar stil in de autoweek garage. Waar je natuurlijk telkens een testauto kan pakken. Dus nu kan mooi het stof er even af. Ja, precies. Hoef ik hem niet te wassen. Ja. Goed, even kijken. Nou, ik zie mensen die vinden dat ze geen tijd hebben om naar de IAA te gaan. Ja, tijd zit moeten maken. Ja, ja. Kan. Ja. Mag jullie dan wel misschien andere auto-evenementen zo af en toe? Naar een beurs of een show? Of wat heb je nog meer? Races heb je natuurlijk. Wat, je kunt het natuurlijk op allerlei manieren vermaken. Ik ben benieuwd of jullie dat wel eens doen. Ja, en how about yourself, Cornelis? Ga jij wel eens naar... Ik heb een hekel aan allerlei bijeenkomsten van meer dan 2 mensen, dus... Nee, dat is niet waar. Live drive kan nog net, dus. Ja, precies. Ja. Het is echt de max. Ja, ik ben vorige maand in Engeland nog op een groot evenement geweest met allemaal rovers. Ja. Roverfest. Ja. Oh ja, daar heb jij echt je vakantie omheen gepland, hè? Oh, man. Ja. Ja, ik dacht van, nou, ik mag toch niet naar Engeland van de vrouw... Nee, zo herken je de liefhebber dus. Ik stel thuis gewoon voor of het mag. Ja. Nou, en toen werd ik gewoon gezegd van, leuk, we gaan met z'n allen. Nou, niet naar het feest, maar wel naar Engeland. Ja. Dus dat werd Engeland. Maar goed, de Rover V8 die bestaat 50 jaar. Dus er was een heel groot evenement bij zo'n groot landgoed georganiseerd. Ja. Met meer dan 500 rovers bij elkaar. Dan mocht ik dus ook met mijn rover. Mijn rover werd ook gedoogd. Ja, met de 6. Ja, is V6. Ja. Maar goed, maar hij mocht wel komen. En een Honda V6 bovendien. Ja. Ja, maar goed, daar gaat het niet om. Ja, praat er maar omheen. Ja, ook auto's van andere merken. Ja. Met ook die V8. Dus Morgans en ook TVR's. Die zijn er ook mee aan de gang gegaan. Die zijn zelfs zo ver gegaan dat ze dat op een gegeven moment eentje hadden. Met 5 liter, maar nog steeds wel gebaseerd op die Rover V8. Ja, precies. Ja.
Ja, en TVR is weer terug, hè? In Frankfurt hebben ze de nieuwe Griffith staan. Ja, ook een 5 liter V8 overigens. Ja. Wat voor motor is het? Van de Cosworth vandaan. Oké. Het Cosworth samen gedaan. Dus dan zal het een Ford motor zijn? Nou, Ford en Cosworth, dat is ook al een tijdje los. Ja, dat is zo, ja. Ja. Ja, ik ben wel erg nieuwsgierig en ik vind het leuk dat er weer een beetje zo'n sportwagen komt met maar een beetje onbehouden ding. Nou is niet belangrijk hoeveel CO2 die uitstoot en hoeveel elektronica erop zit. Gewoon red ik het net en gaan. Precies, het is gewoon eentje voor echte kerels, ja. Ja. Ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja. Wordt er een beetje gereageerd? We gaan even kijken. Ja. Het is wel de eerste keer dat ik met mijn panda in de regen reed, al heel wat jaren geleden. Toen dacht ik dat de achterklep open stond. Dat hij misschien op een kier stond of weet ik veel wat. Omdat de wielkast daarachter, die zijn geen isolatie. Het is natuurlijk allemaal hartstikke dun staal. Dat het echt lijkt alsof het gewoon achter je opspettert. Maar dat is dus niet zo. Ja. Even kijken, nou, er zijn mensen die gaan wel naar oldtimerbeurzen. Ja, daar ga ik ook graag naar. Ik wou niet zeggen, want dat is ook wel jouw hoekje natuurlijk. Ja. Dat vind jij ook mooi. Retromobiel heb ik van genoten. En ik vind Maastricht altijd erg leuk. Ja. En dat soort essen natuurlijk, ja, daar loop ik wel warm voor. Ja. Dat vind ik wel erg vet. Ja, absoluut. Voor volgend jaar wil ik eens een keer naar een oldtimerbeurs in Italië toe. Oh. Maar dat is wel ver weg, hè? Ja, maar... Ja, goed, dat is gewoon een kwestie van plannen natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Wat zeggen mensen allemaal? Wanneer de Baddelbrigade weer begint. Ja, nou, dat is inderdaad, we hebben plannetjes. Er zijn plannen, we gaan waarschijnlijk dan iets anders doen, maar het leeft ook bij ons. En ja. Ja, weet daar gaan we nog zeker van worden. Ja, het is gewoon de factor tijd. Ik bedoel, net zeg je wel, tijd maak je, maar ja, er gaan ook maar een bepaald aantal uren in de week. Ja. En de factor tijd is een beetje wat het moeilijk maakt. Ja, want we hebben natuurlijk nog zoveel actuele dingen. Juist. Ja. Dat we bovenop moeten zitten. Ja. Maar goed, we gaan ervoor. Ja, precies. Dus het komt zeker goed. En er staat een potje op het vuur, zoals het heet. Ja. Nog meer vragen? Even kijken. Ik kan alles vragen, hè. Ik kan gewoon alles keer vragen. Ook over andere dingen, bijvoorbeeld... Wat we van de BMW X7 vinden. Ja, nou, daar vind ik wel wat van, ja. Ja, ik ook. Er was iemand die maakte het op de redactie maken vergelijk met zo'n hele grote hamster. Hoe heet zoiets? Een capybara. Met van die grote slagtandjes. Nou, vond ik treffend eigenlijk. Ja. Ik heb zelden een auto gezien die zo lelijk is. Nou, ja, echt? Ja, dat vind ik echt. En je moet er ook bij bedenken, er komt natuurlijk ook een Rolls Royce op basis van die auto. Ja. En dan begrijp ik ineens een stuk beter hoe die auto eruit ziet. Maar laat die BMW nou meer een beetje BMW zijn en laat het hele protserige nou aan Rolls Royce over. Ja, over lelijke dingen van dit kaliber. De eerste Bentayga concept, daar was ik ook nog niet zo enthousiast om over het gedrocht van Maserati maar te zwijgen destijds. Ja. Ja, daar vloog dat uit de bocht. Ja, dat is ook wel waar. Maar goed, ja, dit is, inderdaad, het is nog een conceptcar. En ga je nou eens alle vergroomde delen die eraan zitten, bedenk die nou eens zwart? Of gooi hem eens door de Photoshop als je creatief bent? Ik denk dat het dan al een stuk meer meevalt. Maar die grote hazentanden, ja, daar kom je natuurlijk nooit vanaf. Nee, iedere keer als ik dadelijk zo'n X7 zie, dan ga je hier natuurlijk aan blijven denken. Ja, maar goed. Ja, dat weet ik niet hoor. Even kijken. Zijn er nog meer vragen? Jawel, ik zie het. Het mag niet stilvallen, hè? Je ziet wel, er zijn mensen die vinden een Prius of een Multipla nog lelijker. Ja. Goed. Nou ja, wat is lelijk, weet je wel? Dat is, ik bedoel, is alles. Je mag ook blij zijn dat ze eindelijk weer eens een keer een beetje iets maken wat afwijkt van de massa. Ik moet zeggen, 9 van de 10 mensen die geven er niks om, want als het goedkoop is, dan willen ze het in één keer wel allemaal hebben. Ja, dat klopt. Ja, er reden ook wel hele massa's rond in Priusen. Ja. De mening van mensen wat mooi en lelijk is, dat is. Hey, wat is de kilometerstand van de Panda, wordt hier gevraagd? De kilometerstand is, as we speak, 143.161. Nou, dat heb je toch maar mooi gereden. En ik wil er ook even bij zeggen, ik doe nooit erg veel aan mijn auto's. Ik laat het allemaal aan de garage over. Maar ik heb onlangs bij deze auto de dashboardverlichting vernieuwd. Die deed helemaal niks meer. Heb je een klap opgegeven? Nee. Nou. Ik heb het hele dashboard naar voren gehaald, de verlichting vernieuwd en de boel weer in elkaar gezet.
En ja. Dat betekende dus dat ik 5 schroeven moest losdraaien. Het hele dashboard, dat is dat jullie de andere kant op kijken. Maar ik zie wat je bedoelt. Bij de Bresland voor nieuwe lampjes was ik toch al gauw €2,30 kwijt. Dus maar ik vond het wel een geslaagde operatie. Ja. Maar hier is er weer ineens een houdertje gevallen. Maar goed. Dus dat moet nog een keer. Ja. Ontzettende eer van je werk in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. Hoe voldaan kan een man zijn? Nou, inderdaad. Maar ja, nu... hij staat niet zo vaak voor de deur, anders had ik dat al lang alweer even opnieuw gefixt. Ja, precies. Even kijken, ik ga nog eens even kijken. Hupsakee, een Macan Turbo. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ik moet even mijn pagina vernieuwen. Het is nou niet bepaald dat een crowd wilddoos... je gaat pagina vernieuwen. Ja. Een soort virtueel F5. Ja. Er zijn weer reacties bijgekomen. Er wordt hier gevraagd of we zo'n irritant geluid hebben als de gordel los is. Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Dat heeft deze auto gelukkig niet. Nee, hij heeft wel gordels. Nou, maar dat heb ik wel een beetje mee gezegd. Geen kreukelzone of wat, anders puur symbolisch. Ja. Maar... het is gewoon geschat allemaal, dat soort dingen. Maar het is wel een kwestie van een beetje defensief rijden met deze auto. Dat is, de wereld om je heen is toch wel een beetje enger als je in een panda zit, hoor. Dat is wel waar. Mevrouw durft er bijvoorbeeld niet te rijden. Nee? Ik ga er niet in weg. Oh. Nou, dat vind ik haar probleem. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ik bedoel, ik heb dan onlangs moest ik even de deuren openpulken van de rover die ik heb. Ja. Daar ben ik ook geen stevigheidsbalk tegengekomen, zullen we netjes zeggen. Nee. Van die dingen waar Volvo altijd aan mij adverteerde. Maar ja, goed, als je dat weet, dan is dat zo. Ja. Nou, deze auto beschikt wel over een heleboel passieve veiligheid. Want zodra je boven de 90 komt, is het wel een beetje dat je denkt, nou, ik ga er wel wat serieus hard. Ja. Dus, ja, dat doe je gewoon niet zo gauw met zo'n auto. Dat is ook een dingetje. Ja. Ja, nee, veiligheid begint gewoon bij jezelf. Ja, dat vind ik ook. Met deze besloten. Ja. En het is veiliger dan een motorfiets. Ja, ja. Dus ja, denk ik. Ja, je kan niet zo mooi hoog boven het verkeer uitkijken. Nee, dat is het enige wat een motorfiets... Ik rij hier nu tussen vangrails door. We rijden hier op de rondweg van Hoofddorp. Ja. Die vangrails, die hebben aan de onderkant ook allemaal zo, zijn ze dichtgemaakt voor motorrijders. Ja, dat klopt. Dat het kaasschaaf effect. Ja. Als je er dan naar kijkt, dan denk je van nou, het hoeft voor mij niet. Hier. Nee. Zijn er nog nieuwe vragen? Ik ben erg benieuwd wat de mensen allemaal vinden. Wat we vinden van een Ford Puma als beginnersauto? Een Puma, ja. Nou, dat vind ik erg leuk. Maar het enige probleem met een Puma is dat hij echt roest als de neten. Misschien wel harder dan een Panda. En ik vind ook dat als je dat moet doen, dan moet je de 1.7 kopen en niet de 1.4, want dan wordt het een beetje een natte wind mee. Ja, en de 1.7 is bovendien een Yamaha-motortje, een Japans motortje. Okay. En die heeft de bijbehorende betrouwbaarheid. Ja, anders wordt het ook wel weer zo'n wel willen maar niet kunnen effect. Ja, precies. Ik vind de Puma, veel mensen vinden hem verwijfd, maar ik heb het altijd wel een leuke auto gevonden. Dat wil ik ook wel eens gezegd. Oké, okay. Nou ja, ik vind hem niet zo heel veel masculins hebben, ondanks dat het zo'n coupeetje is. Maar goed, nee. Beginnersauto's, ik vind het überhaupt leuk dat je het in die hoek zoekt als beginnersauto. MX-5 is ook een ontzettend leuke beginnersauto, zo brand. Ja. Volgens mij volgende week, kan ik alvast verraden, hebben we er eentje een klokje rond. Met een goede 350.000 kilometer op te tellen. De NA, dus die je hebben wil met die klaplampen. Ja, precies, dat is het mooiste. En dat moet je wel doen nu ze nog betrouwbaar zijn. Dus mocht ik een tip geven, naast de Puma, wat ik overigens een prima keuze vind. MX-5, wel erg leuk. Ja, wat er grappig is, natuurlijk af en toe voor dit Engelse spul van mij, op van die Engelse website voor onderdelen aan het struinen. En dan zie je heel vaak dat van die onderdelen specialisten, die groothandels, grossiers, wat zijn het allemaal? Zijn dan gespecialiseerd in Jaguar, Rover, wat Leland allemaal nog meer voortgebracht. En vaak ook nog de MX-5 erbij. Oké, okay, ja, ja. Die hebben ze daar toch ook een beetje geadopteerd als MGB opvolger. Ja, want een MGF als beginnersauto, dat vind moet ik wel een beetje handig zijn. Ja, vind ik een heel ander verhaal. Ja. Aan de andere kant, je hebt ze voor weinig. Ja, dat is zeker voor 500 waar, euro heb je ze al. Ja. Dan ben je wat je in huis haalt. Ja, maar goed, dus als je je hobby van wil maken. Ja.
Hey, het gesprek begint wel lekker te lopen nu, hè? Het gaat wel goed. Maar hoeveel minuten hebben we nog? Eigenlijk zitten we al in blessuretijd. Oké. Dat geeft verder niet. Is er nog één vraag? Zullen we nog één vraag doen? Hier de MX-5 roest altijd een tiet. Ik vind het niet dat we roestige tieten hebben. Ja, dat is waar. Nou, maar je hebt er ook allerlei inlaststukken voor. Het is allemaal gemakkelijker te bekomen. Ja. Ik ga even kijken. Ik moet eventjes F5'en. Ja? Nog één vraag. Dan gaan we voor de allerlaatste vraag. En dan gaan wij ook opmaken voor het weekend. Ja. Dus even kijken. Ja, een Opel Corsa C als beginnersauto. Ja, dat kan ook. Ja. Ja, je kan ook een Yaris kopen. Ja. Ja, als beginnersauto. Ja. Nou ja. Nou, goed. Is er nog iets wat we kwijt willen? Ja, ga volgende week dus kijken op de website, dinsdag en woensdag, zijn de persdagen. Ja. En dan knalt het dus uit elkaar van het nieuws. Ja, dat is niet tegenop de F5. Nee, en dan mag donderdag mag publiek daar naar binnen. Ja. En ik raad het van harte aan. In mijn dagen op het nieuws vond ik het altijd hartstikke leuk om te doen. Gewoon de hele dag vanaf 7 uur 's ochtends keihard nieuws te knallen. Ja. En we hebben er nu ook weer mensen zitten aan wie dat... Zeker is en vergeet ook natuurlijk niet onze videocrew die daar lekker films gaat maken. Ook dat. Ja. Ik zelf ben er voor achtergrondinterviews. Die ga ik binnenkort lezen in het blad. Ja. Dus we gaan er een klein feestje van maken. Ja. Ik hoop dat jullie ook gaan kijken. Ja. Wel bij ons en uiteraard misschien zelf ook nog. Dus ik zou zeggen, ga ervan genieten en een prettig weekend. Yo. Onze zendtijd zit erop. Dat was hem. Bijna. Huh?